Reizen is de beste leerschool die er is. Je leert altijd wel weer wat nieuws als je reist. Het verruimt je geest. Daarnaast ervaar je andere culturen en leer je jezelf beter kennen. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Taïna van het kanaal Live Love Travel, het kanaal voor al je reisadvies en reisinspiratie. Kan je nog wel wat reistips gebruiken? Overweeg dan om je te abonneren op dit kanaal. Dat kan heel makkelijk door hieronder op de rode knop te drukken. Je kan veel leren op school of op werk of uit je eigen omgeving, maar reizen is voor mij toch wel het waardevolste. Reizen is in meerdere opzichten goed voor je. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, je doet veel kennis op en de herinneringen die je hebt gecreëerd neem je voor altijd met je mee. Persoonlijk vind ik deze drie dingen echt goud waard. De grootste les die ik leerde tijdens mijn halfjaar verblijf in Australië, was in 2012, was dat ik leerde dat ik veel meer in mijn mars had dan ik eigenlijk dacht. Ik besloot om meer in mezelf te geloven. Weg met die onzekerheid die eigenlijk altijd overheerste. Ik had echt zoiets van, deze les neem ik mee en op ieder moment wanneer er iets moeilijks op mijn pad komt, dan denk ik weer terug aan dat moment. Dat moment dat ik op het strand in Airlie Beach stond, kijkend naar de zee. Ik voelde me toen zo goed. Ik voelde me heel erg sterk. Het voelde alsof ik de hele wereld aankon. En wat ik ook heel erg dacht was van, ja, vertrouw op jezelf, hou van jezelf, geloof in jezelf. En je kan veel meer dan je eigenlijk denkt. Ik geloof erin dat investeren in jezelf nooit een foute investering is. En zo zie ik reizen ook. Een investering in jezelf, in je persoonlijke ontwikkeling, nieuwe kennis leren. Noem het maar op. Dan moet ik wel zeggen, reizen als investering zien klinkt niet zo gezellig, maar het is eigenlijk wel wat ik bedoel. Misschien ken je deze quote wel. Collect moments, not things. Of een andere quote, buy experiences, not things. Een ervaring neemt niemand van je af. En ik ben daarom ook een grote voorstander van, ja, om op reis te gaan. Dat is een unieke ervaring en die neem je voor altijd met je mee. Daarnaast zijn de ervaringen die je opdoet tijdens een reis, die kan je altijd weer in je leven toepassen. Natuurlijk leer je ook veel op school en op werk wat je later weer kan toepassen. Ik wil ook niet zeggen dat dat niet waardevol is, absoluut niet. Maar ik denk dat reizen toch ook echt wel heel veel waarde heeft. Daarnaast kan je bepaalde ervaringen altijd weer toepassen in het leven. Tijdens een reis leer je jezelf beter kennen. En leer je wat je wel wilt of wat je niet wilt. Of dat je wel in bepaalde dingen toe in staat bent. En op andere momenten kan je dat weer toepassen. En dat is zo ontzettend waardevol. Kortom, ik vind reizen een investering die een lifetime meegaat. Naast het feit dat je heel veel leert van reizen en later weer kan toepassen, is het ook mega waardevol om mooie herinneringen te creëren. Denk bijvoorbeeld aan reizen met je familie. Er komt een moment, en dat klinkt misschien heel zwaar, maar er komt een moment dat misschien je ouders of je opa en oma of die goede vriend of vriendin of noem het maar op, er op een gegeven moment niet meer is. Hoe mooi is het dan dat jullie samen die reis hebben gemaakt? Het is mega, ik vind dat ook zo waardevol. Ik koester echt die momenten dat ik vroeger altijd op vakantie ging met mijn ouders en mijn broer. De laatste jaren ben ik ook regelmatig weer met mijn ouders op vakantie gegaan. De reizen met mijn vriend, een paar reisjes, tripjes met vriendinnen. Ja, ik zal er altijd dankbaar voor zijn en met heel veel plezier naar terugkijken. Wat ik jullie eigenlijk in deze video wil meegeven is, als je twijfelt om op reis te gaan of als je zoiets hebt van, nou, het is zo duur en ik weet niet of ik dat eraan uit wil geven, ga gewoon. Denk niet aan wat het kost, maar denk meer in wat het oplevert.
Ik weet zeker dat het een mooie ervaring wordt en dat je er geen spijt van gaat krijgen. Dit was dan weer de video voor vandaag. Ik hoop dat ik je wat heb kunnen inspireren met mijn verhaal en met hoe ik reizen zie. Ik vind het persoonlijk dus de beste leerschool die er is. Ik heb mijn persoonlijke verhaal gedeeld in Australië, mijn waardevolste moment tijdens een hele mooie reis. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad of dat je nu zoiets hebt van ja, ik ga die reis maken, ik ga er lekker op uit en het wordt gewoon waanzinnig. Heb je zelf nou echt een waanzinnig moment meegemaakt tijdens je reis die jou heel erg inspireerde of waar je echt mega veel van hebt geleerd? Laat het me weten hieronder bij de reacties. Of mocht je vragen hebben, stel die gerust ook hieronder bij de reacties. Bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk zie ik je volgende week weer terug. Doeg!